Hey mensen, we zijn weer terug met PD. En dus weer aan de hand, welke missie is dit? Of is eentje wat we al net hadden gedaan? Four Stories, ik ken even deze niet uit mijn Maar dit is Very hard. En ik heb een nieuwe shotgun om uit te proberen. Dus, kijken hoe het gaat. Ik heb ook Ik weet, dit zijn vier winkels waar we dingen kunnen uitsteken. Oh ja, die heb ik wel eens gedaan. Dat was hectisch en chaos. Mask op. Oké, okay, gaan we gewoon beroven of wat? Ja. Oké. Okay. Zet de trails. Hallo, police agent. Oh, slow-mo. Kijk, ik kan slow-mo. Ja. Shit, ik kijk, heb geen camera's voor. Uitschakelen. Camera's, waar staan de camera's? Oh, die vast de boren aanzetten? Ja, overal waar ik kan boren aanzetten. Ja, we zouden sneller gaan met C4 als we dat hadden. Of Dave, heb je C4? Nee, dat zeg ik net. Down, even een paar vastbinden. Altijd fijn om een paar hastjes te hebben. Yep. Dus doe er zoveel mogelijk vastbinden als je kan voordat de politieagenten komen. Oh, Dave, je zit al in die winkel. Ga ik even de. Oh, hier, jongens, hele grote kluis hier. Doe hier vast de boren was aan. Get down. Jongens, hier een kluis van die 5 minuten duurt om te boren. In dit China gebouw. Oh, wacht, even lang inhouden. Heb ik... Oh, oké, daar heeft dat de kluis liggen. 2.000. Nice. Ik hoor een boor kapot. Ja, ik ben er al mee bezig. Oké. Okay. Jongens, een hele grote kluis in het Chinese winkel. Ik ben onderweg. Waar is die? Kijk hier. Oh ja, daar zijn zo twee andere van daarachter, waar Dave is. Dus we hebben er drie. En die laten we dicht, die deur. Kijk hier. Nee, hier. Waar hier? Kom hierheen. Ja. Kijk eens wat Daar heb je 4 C4 voor nodig. Jezus. Wat zit er in die doos? Wil je een Chinees vaasje hebben? Wat heb ik... Chinees vaasje, niet gestolen, niet duur. Ja. En dat mag je niet hebben. Hoe berg je hem op? Gewoon in de laai. Oh, het reloaden gaat snel bij deze Dave. Sneller dan mijn oude shotgun. En hij schiet ook sneller. Nou, je hebt die 300.000 shotgun nu. De 12G shotgun. Get down. Okay. Ik zie mensen rennen. Get on the ground. Oh, die, hoe heet dat? Die drills jammed. Yep. I'm fixing it. Bij de PS Store. I'm fixing it. Wie ligt er? Wie is er down? Fixing it. Almost fixed. Oh, lol. Fixed. Run your piece of shit, zegt die karakter van mij. Iemand even change redden? Of doe ik dat? Doe ik. Wie? Die je dan maar. Ik ben andere Kopen boren mij. Aan het redden. Politieagenten, gaan jullie naar cover zoeken? Of doodgaan? Oef. Clip is snel wel leeg, maar komt een beetje automatic shotgun nu heb. Ja, maar ik kan niet schieten. Hier is raak. Ik heb een damage. Ik moet echt proberen upgrades voor mijn shotgun proberen te krijgen. Oh wacht, er is eentje jammed. Die weer. Oh, jij hebt het? Je fixt het sneller dan mij. Probeer geen hastetjes of zo kapot te schieten hè. God damn, hoe dat kan ik die niet dat raken? Dat snappen we allemaal. Oh shit, heel goed achter ons. Fuck. Oh, ik kom eraan. Fuck you guys. Oh man, als ik hier een grotere clip met deze shotgun heb, geweldig zou dat zijn. Hoeveel kogels heeft hij nu dan? 7. 7 kogels. Drill is jammed, heb je het? Ik ben bezig met die in de China store. Fix it. Ik heb trouwens heb je het? Au, fuck. Help. Oh god, I'm down. But I'm still shooting with my shark. Nice shot, I'm reloading. Ik vind het wel fijn om in Forster te zijn, want je kan ook altijd met je shotgun schieten nog. Als je neer bent. Thank you. In één keer gewoon 5-6 man achter me door de raam. Deze... Oh, wacht, nog eentje. Screw you. Nog één. Nog een motherfucker die wat wil? Nee. Oké. Oh, lol, out of ammo. Kan ik... Yep. We gaan naar de andere... Ga naar de grote kluis. Ik ga er ook naartoe. Maar dat is onze nieuwe campplek, want de andere twee kluisjes hebben we. Ik heb even sentry neergezet. Ja. Voor mij heb ik dat ding helemaal verkeerd neergezet. Oké, ik kan niet overal. Here we go. Ammo. For everyone. Hoppakee. Dat is veel geld in?
Zit er geld in? Wat? Een grote kluis. Grote kluis mag niet open, joh. Kijk, maar zit er geen niks waardevols in die potjes? Kijk, doe mijn sensor yet. Ja, zo te horen wel. Lol. Ik zet alle potjes gewoon voor kapot slaan. Scoeie, potje. Dat we daar geen geld voor krijgen. Weet wel, een beetje geld voor de winkel hier of voor verzekering zorgen. Oh, is er geen achievement van om alle potten kapot te schieten? Nee, ik denk dat niks verbazen. Hebben jullie nooit eens de neiging om gewoon een geweer te pakken en lekker kapot, potjes kapot te schieten ofzo, als je dat kon? Ja. Als het kon, hè. Kijk, kijk. $1000 op de... En 7-8 mensen trek voor mijn neus. Little help, please. Nou, oh, dank je, Stefan. Geen probleem. 3, 2, 1. Je zit erin? Heel veel geld. Heb je hulp nodig? Nee. Nog niet. Ik heb het... gewoon even stemmen. Is het heel veel geld? Yep. Een paar ton. Nice. Ik pak even ammo. Ik pak ammo. Laat me ammo pakken. Oké. Okay. Oh, de escape. Die is gewoon achter ons. Nice. Oh, we hebben geluk. Ons. Dan moeten we die deur openmaken. Oké, go. Ik ga voor jullie. Go, go. Nee, we hoeft geen deur. Je kan gewoon achterlangs lopen. Oh, kan gewoon via het raam aan de zijkant. Ja, shortcut. Bye, suckers. Hop, hop. Woep, in het autootje. Random schieten. Toch wel geinig dat de computer altijd achter blijft, hè. Dag, computer. Weer stom escape. Weer escape. Het is vreemd, joh. Misschien worden we er wel door level 27. Hopelijk. En hopelijk krijg ik eindelijk een masker. Dat zou ik het liefste willen. Een masker. Heb je nog geen ander masker dan? Ik heb nog geen één ander masker gekregen. Echt? Nee. Nog geen één. Ik kreeg heel veel wapens onderdelen en heel veel geld. Ja, vandaag krijg je die, maar vandaag is het vrijdag de 13e. Oh, dat is ook zo, ja. Vandaag 10e. Oh. I got real bad news. Boven, zei hij. I got real bad news. Dan zei hij. Oh. Oh, bij mij zei hij wat anders. Wat zei hij bij jou dan? Fuck me sideways. That's painful. Oh, snipers, fuck. Oh, ik wist niet dat je die kapot kan schieten. Je hebt toch de safe house quest gedaan, dan moet je het weten. Hoe bedoel je, wat is het dan, safe house quest? Moet ik deze? Nee, die deur moet dicht licht blijven. We moeten gewoon hier even coveren. Laat de computer gewoon lekker daar buiten zitten, ik ga gewoon lekker hier campen. Alles wat door de deur komt, gewoon kapot geschoten. Of plaats een turret voor die deur. Nog niet openmaken, hè. Plaats een turret voor die deur. Heb je een turret? Ik ga die turret voor ontsnappen gebruiken. Ah, oké. Moet ik hier gewoon neerzetten zo? Nee. Nee, beter waar ik naar buiten schiet. Oeh, headshot, hij is dood. Hierzo, hier zet ik de turret aan de kant, ja? Ja, snel. Dus gewoon alles boven die deur wordt kapot geschoten. En natuurlijk wil ik ook wat extra punten voor politieagenten. Oh, pas op, er zit een hastetje achter die politieagent. Krijg je niet veel punten voor, hoor. Ik krijg volgens mij niet eens punten voor. Laat hebben jullie turret. Trouwens... Die turret ziet er wel geinig uit, hè. Het ziet er echt geinig uit. Ik zie nu pas hoe die turret eruit ziet. Kijk jongens, gewoon een koffer. Heb je niet goed gekeken. Dat is een koffer. Ja, inderdaad. Ja, dat is komisch, hè. Hé, maar maak je hem open nog dicht laten? Nee, maak hem maar lekker open. Oké. Hoe lang blijft zo'n turret? Oh, hallo politieagenten! Turret is weg. Moet omhoog. Yep, coming. Oh, verkeerde dak. Verkeerde dak, welke dak dan? Oh, die dak. Je moet wel hier deze. Hier. Zit, alleen zitten overal snipers. Dus yep. Niet op snipers schieten, is hard shit. Jongens, ik ben niet dood. Kom, rennen. Kom hier op staan! Stefan! Ja! Oké. Okay. Achievements! Yes. Achievement! Bullet dodger. Dat je snipers bent al 2 keer, geen snipers killen. Oh, ik had geen idee. Ik was zo aan het killen. Gelukkig. Gelukkig, ja. Ik zei het nog. Ja, je zei het ook, maar ik denk, ik ga niet naar je luisteren, ik ga dood hier, ik moet je killen. Worden we een level omhoog of niet? Vast wel. Je hebt de achievement. Yes. En level 27. Oké. Masker. Dammit, de masker zat in het midden en ik dacht, zou ik de midden pakken. Altijd midden pakken, word je niet teleurgesteld. Weer een gun onderdeel. Tactical laser module. Dat is een gun onderdeel waar ik niks aan heb. Of is dat voor de shotgun? Oh nee, voor de rifle is dat. Oh. Stefan! Die wil ik! Ja, sorry man. Ik, ja, zo lopen dingen nou even wel, hè.
Nog één missie doen? Yo. Ja, is goed. Nee, ik ga eerst even mee. Toch is het. Oh ja. Nope, ik heb geen onderdelen voor mijn shotgun. Doris, secondary, modified weapon, magazine. Eindelijk, of nee, dit wapen. Oké, ik weet niet voor welk wapen het is. Ik heb niet genoeg geld voor mijn skills op te krijgen. Ik heb wel de punten. Waardoor nu mijn shotgun heb ik niet het ding ervoor. Oké, okay. Nog een missie doen? I need money. Pak gewoon nu een simpele korte, Dave, met de juwelier als je wil. Die is niet kort omdat die very omdat die hard is. That's what she said. Nou, is, jij weet, normaal moet je 4 koffers pakken en nu moet je er meer. Of is het nu 4? Geen idee meer. Volgens mij moet je er nu meer dan 4. Volgens mij moet je er nu 6. We zijn weer terug, we hebben weer een leuke missie geselecteerd. Oh. Die jullie al kennen. Yep. Ze moeten dus nieuwe missies erbij doen. Meer variatie. Duurt nog even. Ja. Alright. Rasje? Ja, 6 inderdaad. 6. Wacht nog eventjes. Too late. Oh, daar gaan we al. Get down! Alleen mijn beeld is down. Mijn beeld is zwart. Down. Oh, jouw beeld is zwart? Ja, dus even kijken of hij pakt. Down. Ja. Ik breng er alvast eentje naar de car. Oké, ik ben deze even... Ah, dit is zonde, joh. Get down. Man, er zitten veel mensen in. Ik ben alvast gewoon met mensen vastbinden. Oké. Okay. Nee, niet vastbinden. We kunnen nu gewoon 9 keer in de auto en dan zijn we klaar. Ja, ja. Nee, want we moeten 6 tassen. Hard, hè? Ik heb een tas. Kom maar. En de auto gaat nu weg. Ah. Ja. Komt hij op dezelfde plek terug? Komt. Nee. Nee? Nou, misschien wel, dat weet ik niet. Dave, komt hij op dezelfde plek terug? Oh. Hallo, Kikaboo! Was een innocent? Denk je dat je... Oh, fuck. Screw you. Iemand killde civilians. Ik killde een politieagent. Eén van jullie killde civilians. Wie was het? Misschien was een random kogel. Even alle kettings oprapen natuurlijk. Dat is allemaal extra geld. En dan ga ik de volgende tas gelijk oppakken. Alright. Yo, get down! Dat mensen niet gewoon op de grond gaan liggen. Oh, ik heb geen straps meer om vast te binden. Jullie? Ja, wel. Maar ik heb nog 2. Alleen kijken. Oh, hier ligt 1. Oh shit, veel politieagenten. Come on. Jesus. Ik ben blij als ik mijn upgrades voor mijn shotgun heb. Je weet waar je tas moet neerleggen, hè, gozer? Ik? Machine is kapot. Wie heeft auw? Nee, repareren. Tegen jou. Ja. Maar ik kan rennen met mijn tas. Waarom draag je hem dan nog? I don't know. Ik had al iets eigenlijk in de gaten ook het had. Dus een lichte tas. Ah! Elke keer als ik wil schieten, nope, reloading. Oké, ik heb hem een headshot, nope, reloading. Ah, en die kogel is ook nog mis. Probeer straks zoveel mogelijk juwelen te pakken. Ja, dat is logisch. Er is nog een kamer vol met ketting. Hebben jullie die al gepakt? Ja, dat heb ik al. Oké. Okay. Auw. Ik moet eens misschien wat minder naar dingen naar de grond kijken. Random shooting en 1 keer geraakt met alle kogels. Ik ga trouwens even mijn turret hier neerzetten, denk ik. Doe maar. We hebben een goede escape tenminste. Dan is hij al leeg. Even reloading. Oh. Nou, dit wordt voor mij ook even het laatste potje na. Ga ik even richting Starcraft wereld. Oké. Okay. Jij met je Starcraft. Ja. Nou ja, ik ben straks degene die ervoor zorgt dat over 2000 jaar de Zerg niet binnenkomen, dus... Wat gaat binnenkomen? De Zerg. Moet Starcraft weten. Oh ja, Stefan, hoe heet dat spel ook weer wat in plaats van World of Warcraft gaat komen bij Blizzard? Titan! Titan. Daar heb ik zin in, joh. Titan? Dat moest ik even weer weten. Dat zou de allergrootste MMO ooit worden. Ze werken er inmiddels al bijna 12 jaar aan. Waarvan de laatste 4 jaar aan het development van de game zelf. Dus en daarvoor alleen maar storylines schrijven, dat soort dingen. Even wat ammo pakken. Ik ben echt benieuwd ernaar. We moeten ik nog. Ook. Hoe lang moeten we nog voor tot we. Jullie hebben gewoon freaking jullie 2 tassen daar laten liggen! Wat is dat? Dom kunnen jullie zijn! Gelukkig dat die auto daar is. Ik ben down. Ik pak even mijn tas. Red je zo. Ik heb je. Thanks.
weet dat hij al door 3 man gered wordt, hè, joh. Ah. Heel veel politieagenten, heel veel politieagenten. Heb ik nu een tas bij me of niet? Ik heb een tas bij me. Oké, okay, we hebben nog niet veel tijd. Kom op, we moeten wat meer politieagenten killen. Tot we naar buiten kunnen. Niet meer zoveel tijd kan niet op, joh. Come on. Lukt het een beetje, Dave, met al die politieagenten? Ja, zijn er heel veel. Oh, ik word helemaal vladder geschoten. I'm down. Ik ben altijd degene die neergaat. Waarom? Ik ben ook down, hoor. Maar ik kan hier wel de politie neerschieten. Ik ook. Er is nog maar eentje die ons nog kan helpen. Stefan? Ik ben compleet neer. Down? Ja, we zeggen dat we zijn down. Noobs. Dankjewel. Gewoon schiet zoveel mogelijk agenten neer als je kan. Ik ben ook down. Kom naar mij toe. I'm reloading. Ik ga richting de fan, hoor. Oh, jij leeft weer. Lol. Oké, ik ga kom gewoon... Kom naar mij toe! Ik ben onderweg, okay, maar... Oké, laat maar. We lost. Nope. Succes. Oké, ik ga bijna dood. No! Help! Wat is deze? Ik wil helemaal niet dood. We zijn allebei neer. Ja, toch, lost. We hebben geen medic bags. Te veel agenten waren gewoon. Te veel agenten. Yep. Je kan ze niet allemaal winnen. Nou, dat was hem. Ja. Nou mensen, dit was weer wat PD. No XP. Ook een faalproject voor geld. Faalproject, ja. Helaas kan ik nog geen upgrades pakken deze keer. Maar goed. Oh, is het nog een missie wat we moeten doen of wat is de remake? Maar goed, dank je voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je ons wil helpen met ons kanaal te groeien, dan deel deze video en like, laat een like achter. Daar help je ons heel erg mee. En als je benieuwd bent wat Steven hier doet, dat is onze serverhoster. Hij is onze sponsor. Die servers voor ons regelt. Dus als je ook voor servers wil kijken. Link beneden. Ja, als je voor een leuke Minecraft server of een Team Fortress 2 server wil kijken, dan kan je bij hem zijn. Staat een linkje van de website staat waarschijnlijk in de beschrijving. Jazeker. Zeker. Kijk, zo doen we dat. We zitten nu zelf reclame voor je te maken. Maar goed, dankjewel voor het kijken allemaal en tot de volgende keer. Doei doei. Later.